Goedemorgen, Liendria. Goedemorgen, ouders, en goedemorgen, ons kletskompaskijkers. Ja, wat nou vandaag se program voor ons? Ja, vandaag gaan ons maar net so'n bietjie voorblad nuus gesels, en dan vir julle gesels ook wat in die Irongo aangaan, want die Irongo kom vandag binne die Republikein uit. Ja, en dan gesels ons ook met meneer Colin April. Hy het sy gastehuis gister vir die behandeling van COVID-19 gevalle hier in die streek beskikbaar gestel. So moenie ver gaan nie, ons sien julle nou. Dit is gewoonlik skop ons mos met die san af. Ja, daar het Namibian Sun se voorblad is die hoofberig budget faces knock. So wat dit nou daar sê, government may have to go back to the drawing board and reshuffle its budgetary priority as the first marks of the coronavirus bite starts to show. Oh. Dit is maar ons Irongo is op lockdown, Kommas is op lockdown. So almal voel maar so 'n bietjie die pinch. Ja, sê. En dan is daar nog so 'n kleiner beriggie op die Namibian Sun se voorblad. Coronavirus, Oagamo could be discharged this week. Dit is nou onze ambassadeur in Frans. Nou, hy het mis ook positief getoets vir die coronavirus. Ja, ja. So, hy sê, hy het 'n goeie recovery gemaakt en hy kan dalk van die hospitaal om ontslaar word in die week in. En hy is nou al in die hospitaal vanaf die 15de maart. En dan is daar ook so'n kleiner beligie hier aan die kant waar het praat van onze nieuwe deputy health minister. Waar dan nou gerecall is van die Owa Herero Traditional Authority, ja. Van dat sy nou in hierdie posisie is as deputy minister of aangestel is. Ja. As sy, die Republikein berig oor die vervoerders wat wil staak, en die vervoerbedrijf sy bevoegde mense met kennis van die logistiek moet by padblokkades geontplooi word. Dan het Mietko ook gelaat weet dat sy fabriek gesluit is en hulle gaan eers weer van die 20ste april af slag vir die uitvoermark. En dan ons kan meer reën verwag word daar voorspel. En dan ook 1 uit 5 gesondheidspraktisyns wat aan die onlangse landwye opname deelgeneem het, gaan hulle deure tydens hierdie inperking sluit. Hulle dit gelaat weet. En dan is ook daar is geen sport of ander geleende van die Namibiese privaat skole organisasie NAPSO vir die res van hierdie jaar nie. Ja, hierdie coronavirus het ons nogal het ons beet. Ja. En dan heb je algemeen een zeitung tevoren, is daar een lekker groot berichtje wat Frank Steffen en Erwin Luschner geskryf het, so dis maar basically net, dat daar lyk met die communicatie tussen die ministeries is nie so lekker nie, want ons information minister het in die tyd gesê dat die lockdown gaan eventually oor die hele land, ja. Maar toe het hulle nou weer gesê, maar hulle moet onthou dat al die provisions wat in Irongo en in Kommas is, as gevolg van die lockdown is ook applicable in die rest van die land. Ja. So alkoholverkope is 'n no-go. So dit is definitief een van die grootste. En dan het hulle maar net so 'n bietjie opgesom wat hier in die streek ook gebeur het, want gister het die Navy ook 'n perskonferensie gehad waar hulle omtrent 5 mense boetes gegee het tussen $2,000 tot $5,000 wat alkohol verkoop het. Wow. Uit hulle se agterdeure of hulle se homekiosks. En dit is 'n no-go. Ja. En dan die mense wat die luister he. Dit is die ander probleem. As gesê word, bly by die huis, bly kalm, maar is as wat by die een oor ingaan en by die ander oor uit. Ja, ek wil by jou aansluit, dit lyk regtig asof daar 'n communicatie breakdown is. Hmm. Want ons is heel geconfused hier by die kus. Ja, ja. Daar is nou 2 gevalle in Swakop en daar is geen gevalle in Swakop. Ja. Die minister sê dit, die radio sê dit. Internationale media sê dat, waar los het vir ons op die einde van die dag? Ja, het is, daar is definitief 'n gaping. Daar is 'n gap, ja. Leendrian, vandagse Irongo kan daar gelees word oor tuinier van Swakopmund, meneer Ben
Chimane. Wat een patat, een ijselijke stuk patat. Ja, van 115 kilogram gekweek het. En hij zei, hij weet, dat is een wereldrecord. Ja. Definitief. Wat nice is, hij die patat voor een van die projecten daar een zwak op geskenk, wat met haveloze kinders te doen heeft en zo aan. Dan kan jullie ook gaan lezen over Kosdek en die municipaliteit, wat we nauwe banden smeer. Kosdek heeft dan gevraagd dat die municipaliteit werksplaatsingsgeleentede skep voor hulle ambachtsstudenten. Ik denk dat is een baie goeie idee. Want dat is jong mensen wat hier Kosdek kom en hulle nodig die ondervinding en zo aan. Ja. En dan Olivia Christians, gesels oor een besonderse conditie wat sy meer te doen het. Haar hare val uit. So gaan lees gerus meer oor die situasie op bladsy 2 van ons Irongo. So is lekker gemeenskapstories vandag daar in Irongo en gaan loer gerus daar op ons webwerf www.irongo.com.na as jy so'n bietjie jou gedagtes wil wegvat van die COVID-19. Gaan loer gerust daar bij ons. En dit is vandaag jullie voorblad. Ja, ik wil het net aanvoegen bij jullie, Indra. Ons is online. Yes. 24-7. 24-7. Maak je zaak wat dit. Yes. En ons update gereeld. Jullie enige vrouw, ook het vraag voor ons. Asseblief, groot asseblief mensen. Blijf weg van hierdie unverified information wat ons so voort op WhatsApp. Het is die goedjes waar die paniek saai. As jylle onzeker is, vraag eerder die courante, inbox ons op Facebook, e-mail ons, maak die saak wat en ons kan vir jylle die rechte informatie weergeven. Ja, sê. Ons keer vanaand by meneer Colin April, bekende entrepreneur en besigheidsman hier op Walvisbaai. Goeienaand meneer April. Goeienaand Otis. Hoe gaan het? Dit gaan baie goed. Ek kan nie so baie goed met die stay at home. Ja. Epidemic wat nou rond hardloop en rond in die hele wereld is nie. Maar ons adieu toe wat gesê is en ons bly maar by die huis. Daar sê. U het vanmiddag baie speciale aankondiging op sociale media gemaakt. Vertel ons bykie meer daarvan. Ja, Otis, wat ons as familie by mekaar gekom en gesê, wat kan ons doen vir ons land, Namibia? Motivated by die president van die land, wat ook uit sy familiekas 250.000 gevat het en geplet het om hierdie epidemiek wat genoem word COVID-19 te paklee. Ja. Dit was nie een makkelijke besluit as een familie nie. Maar ons het bij elkaar gezet en ons het die kinders ingeroep en met hulle gepraat en gesê, kijk hier zo, ons sal onze guestfam, wat 30 kilo's uit by de walvis by is op die Kwisit rivier, beskikbaar stel vir enige COVID klagtes wat opkom in die Irongo. En kan kyk hoe ons kan help. Dit is nou vir die behandeling van positieve gevalle. Dit is verkieslik vir behandeling van positieve gevalle teen geen koste nie. Daar sê. Ja, so dit is onze contribution wat ons as familie wil maak. Ja. I mean, ons wil levens bewaar en beskerm. Ja. Wat ook al ons kan verloor as besigheid, sal ons kan terugkry wanneer alles normaliseer. Daar maar op die oomblik, kyk ons om by te dra, om te kan keer dat COVID nog kan versprei in die land. En dat ons die rechte goed in plek het om te kan help om hierdie epidemie te kan paklee. Ja, meneer April, sê vir my kortliks, wat geriewe is daar by die gasteplaas? Ja, die gaste, hy is toilet geriewe, hy het storte, hy het kosmak faciliteite, daar is televisies, so, I mean, enige persoon wat daar opgeneem word, sal nie boring wees nie, maar hy sal goed na gekyk word. Ons het ook as familie gesê, ons sal ook tente beskikbaar stel vir die medische personeel, wat na die enige gevalle, na die patiënte daar sal kyk, dat hulle ook in goeie plekke kan bly. Ja. Het jy al enige reaksie op hierdie gebaar van u ontvang vanaf die ministerie
of die vaders van die stad en zo. Ja, ik heb paar oproepen gehad voor paar van die grote ministers en zo, wat voor ons bedankt voor die gesta. Yes. Kijk, wanneer ons denkt aan COVID en je denkt aan mensen wat dood is in Italië, en mensen wat elke dag dood gaan, kan dit enige tijd gebeuren. Yes. En wanneer ons denkt als familie om te zeggen, kijk, ik ken mijn ma voor 44 jaar toen ze mij in de wereld gebracht heeft. Yes. Maar als er enige iets met haar gebeurt, kan ik haar niet begraven. Nie. Ja, ik weet niet of ons dit verstaan. Nie. Als iemand afsterft van COVID, kan je niet begraven. Nie. Ja. En wie wil niet zijn naaste begraven? Nie. Ja, sê vir my, meneer April, enige boodskap aan ander besighede daar buiten? Ja, al wat ek sê is, ek vra netterig al die ander besighede wat on board kan kom, wat die regering kan ondersteun. Ons moet COVID-19 sien. Dit is nie a political ding nie. Ja. Dit is nie a SWAPO of a DTA of LPM ding nie. Ek vra ook vir kerkleiers, politieke leiers, besighede, ja, om bij elkaar te komen. Laat ons hierdie epidemiek saam kan pakken. Ja. Hij moet met hand en tand uitgeroei worden. Ja, hij moet met hand en tand uitgeroei worden. Ons het ook, in onze eigen capaciteit het ons gesê dat ons 250 sepe, wat hulle sal gebruik as sanitation vir die vir Usakos settlement, vir die, ja, die settlement wat daar is, waar die vulnerable mensen blij, ja, sal gee. Ons is in contact met die burgemeester van Usakos, ja, en die donatie sal die woensdag afgegee word. Ons kyk om ook na in Eronko 500 sepe te gee. Ja. Ons wil kyk waar ons kan help. Nie dat ons het nie, ja, maar dat dit iets is wat vir ons baie emotional is, en dat ons hierdie epidemic net nie met gifts en alles kan gee nie, maar in die proces ook met gebede. Bid en bleef vir God vra vir sy intervision om te kan kyk hoe ons hierdie tot, net hy het die kracht, nie die geld nie, ja, nie wat ook al nie, ons kan hom net keer, ja, ja, maar ons moet bid en bleef as a nasie. Ja, en elke biekie wat gegee word, gaan een verskil maak. Persoon. Ja, elke biekie, kyk, Otis, ek is groot gemaakt van een domestic worker. Ja. Ek weet hoe dit voel om in een kamer te bly. Ek kry vir die mense wat in die ghettos bly. Ja. Hulle bly 5. Ja. Hoe? Dit is baie moeilik om vir die mense te convince om in die ghetto te bly. Ja. En om op te staan om een stukje brood te eet. Ja. Ek weet van die anties wat sit voor die mark, ja, wat appels en eie verkoop. Ek kom van daar af. Ja, my ma kom van daar af. Ja, en hoe sê sy vir haar kinders vandag? Ons kan nie buitenkant toe gaan om die brood te koop. Ja, en dit is die hartseerlijke ding. En dit is een toets voor ons allemaal. Dat enige tyd kan alles tot stilstaan kom. Ja, dit gaan nie oor die geld, maar dit gaan oor geloof. Ja, meneer April, u is ook sokkerspelers agent vir Namibia. Met baie bekende name achter die naam. Bester, Rudolf Bester, Balak, en baie ander wat al dier u hande na Suid-Afrika en vele ander plekke reg oor die wereld gegaan het. Hoe doen ons ouens in die buitenland? Ja, Otis, op die oomblik het ons onze spelers gekontak. Ja. In Maleisië en Suid-Afrika en so voort. En vir hulle gesê van die koffer, hulle is bewus. Hulle oefen tamelijk elkeen op sy eie, waar hulle bly. Ja. En hulle is een appartement. Daar is voorzorgmaatregels getref om als een sportman fix te blijven, maar ook limited movements te hebben. Je weet het beste van onze spelers is in Zuid-Afrika. Yeah. En Zuid-Afrika loopt nu al bij 1500 of 1200 of zo. En wanneer die epidemie stopt in Zuid-Afrika, kan alles normaliseren. Ik is ook dankbaar voor mijn vriend Patrice Motsepe. Goeie persoon, met een goede hart met zijn familie, wat 1 biljoen rand gegee het, namens die pakkie van COVID-19. Maar in een gesprek wat ik met hem gehad heb gisteren, heb ik hem gezegd, alsjeblieft, kijk naar Namibia, kijk naar een gedeelte wat baie close aan Zuid-Afrika is. Yes. Want als Zuid-Afrika gezond raakt, yeah,
kan die COVID groter raken in Namibië of Angola of Zimbabwe en weer terugkomen naar Zuid-Afrika toe. En hij heeft het als een goede punt gevat en hij heeft gezegd hij zal met zijn span praten en terugkomen en kan kijken hoe kan hij ook kan contribueren om te kan helpen in Namibië, Zambia, Zimbabwe. Zo ons hoop voor positieve contributies wat kan komen van die buurlanden om hier die epidemie wat voor allemaal tot stilstand laat gekomen, al die bezigheden tot stilstand gekomen. Ons weet niet als bezigheid mensen hoe betalen onze mensen einde van die maanden niet. Zo, so, dat is alles dingen wat je zet en denkt. Ja, je hebt nou gepraat van afzondering. En ons weet, Irongo is in een staat van lockdown. Wat is die observation? Wat is die observatie? Hoe hanteer Irongo's mensen hier beperkingen? Ja, I mean, Otis, dus je ziet onze mensen over het algemeen. Ik moet het stellen dat niet een geval nog gebeurt dat ons iemand verloren heeft. En ze zien niet de ernst van die zaak niet. Maar die communicaties wat ik heb met die disaster management en allemaal on the field, zie ik dat die mensen gebeseft hebben. Die groot ding is, die kerk is toegemaakt. Maar ik ga ook aanraden dat ons die army meer deploy om die Shebine en al die outlets wat drank kan verkopen, kan toemaken. Yeah. Want als jij die vrouw op die straat die wenda laat kan opstaan, kan je die Shebine ook toemaken, permanently. Dan is ons allemaal dwars op die inlijn. Yeah. Maar als dit is bij moeilijk om voor iemand wat onder alcohol is, te zeggen gaan huis toe. Dan is het een vloekerij, dan is het een stoterij met die gerecht. Die mensen moeten ook verstaan dat die politie, die weermacht, is niet vijanden. Het is onze eigen broers, wat niet die law en order wil handhaaf. Wat ook wil zeker maken dat ons gezond is en dat ons niet hier ziekte kan krijgen. Baie dank je voor je tijd, meneer April. Dit is een plezier en ik hoop en vertrouw dat COVID-19, zoals hij gekomen is, gauw als mondelijk, over hier 21 dagen van die lockdown zal gaan. Ons hoop ook dat die hele land, zoals de president ook gezegd, dat is mondelijk dat die hele land zal toemaken. Wat ik samenstem, dit moet eigenlijk zo wees. Niks gaan eten, niemand gaan eten, niemand komt in. Als daar is dat ons goed moet vat, dan gaan halen ons goed bij de borders. Als daar karen is, wat gekomen is hier Engeland met die haven, vat het tot bij de border. Wordt die personen gescreend, gesanitized, hulle van Zambia vat, hulle gaan oor, onze mensen komen terug. Yes. Diezelfde met die kostlorries wat uit Zuid-Afrika komt. Yeah. Als ons kan toemaken om onze mensen, I mean, ons is 2,5 miljoen mensen. En om 500 mensen te verloren bij die ziekte, gaat een groot verlies wees voor het land. So, die andere goed kan ons fixen, die economie kan ons fixen, ons kan hem terugkrijgen. Maar die levens wat ons zal verloren, zal baie, baie moeilijk wees. Dat is zo, ja. Yes. So, daar het julle dit nou. Hou die handen skoon, was die handen en sorg dat julle afstand hou teen mekaar. En nie vergeet om die gesig altyd te was nie. Daar sê. Baie dankie. Dankie. Whether you are in the bush, on the beach, or in a boardroom in Budapest, with Salt's desktop exchange point, you and your team can work on the same document at the same time, chat and video conference from any location. Just as if you're sitting in the same room. It's super. Salt brings together the power of Microsoft Teams and Logitech to deliver a teamwork experience that is out of this world. Increase profitability and responsiveness while enabling stellar collaboration experiences to your customers and empowering your colleagues. And make you a magnificent productivity multiplying machine. Work from anywhere, anytime, any device. Salt, in collaboration with Microsoft Teams and Logitech, our business is enabling yours. Okay, now click for all the info. Ja, Leendria, klaar met ons kletsprogram voor vandaag. Ja.
So moet nou nie vergeet om te gaan loer daar op ons webwerf www.irongo.com.na. Gaan loer gerus ook op ons Facebook, Twitter en Instagram. En stuur vir ons nuus dan na ons WhatsApp nummer 0811-7040. Julle kan ook vir ons by nummer vra as julle nie seker is van informatie nie. Vra vir ons, is dit so? Dan kan ons vir julle laat weet, nee dit is nie of ja dit is. 0811-7040. Ja, en dan donderdag is ons met ons Community Talk program weer saam met julle. Ons doen het hier by die kus. En dan ook wil ons aan die einde van vandagse program aan almal dankie sê wat hulle lewens in gevaar plaas om hierdie corona-epidemie te bestry. Die nurse, die dokters en ons collega's daar buiten in die veld wat almal in die land op hoogte hou met korrekte informatie. Baie dankie, ons waardeer wat julle doen. Onthou asseblief, bly by die huis, bly kalm en bly was julle hande. Ja, jy het nog een issue vir my genoem netto, die opeenhoping van mense. Ja, ja, ons polisie het nou gelaat weet, hulle verstaan nie, hoe is daar nog so baie mense by die winkels nie. Onthou dan asseblief social distancing, as jy dan nou in die rij in moet staan, onthou jou social distancing, as jy siek is, bly asseblief by die huis. Baie dankie julle. Ons sien julle dan weer volgende week. Pas die handen. Wat is COVID-19? COVID-19 is een nieuwe siekte wat jou longe en lugweë aantas. Dit word deur 'n coronavirus veroorsaak. Wat is die simptome? Hoes, koors, minstens 38 grade Celsius en kort asem. Onthou, maskers is vir gesondheidswerkers en mense wat reeds siek is. Maak seker inligting wat gedeel word, kom van 'n betroubare bron af. Moenie opgaar nie, winkelvoorraad sal wel aangevul word. Inentings teen longontsteking beskerm jou nie teen COVID-19 nie. COVID-19 kan nie deur muskiete oorgedra word nie. Basiese beskerming teen COVID-19. Was hande gereeld. Maak hande gereeld en behoorlik met handreiniger of seep en water skoon. Bly op 'n afstand. Bly minstens 'n meter van iemand wat hoes of nies weg. Moenie aan jou oë, neus en mond raak nie. Hande raak aan baie oppervlakke en kan virusse optel. Wanneer jou hande besmet is, kan die virus na jou oë, neus en mond versprei. Nies en hoes in 'n sneesie of in jou elmboog in. Bedek jou mond en neus met jou gebuigde arm wanneer jy hoes of nies. Gooi die sneesie dadelik weg. Feit of fiksie? In die sosiale media word mites versprei oor hoe mense die nuwe koronavirus kan stop of hoe om COVID-19 die siekte wat dit veroorsaak te behandel. Hier is 'n paar feite om die kaf van die koring te skei. Met betrekking tot oordrag, fiksie. Die nuwe koronavirus kan deur muskietbyte en in Chinese kos versprei word. Die feit is nee. Die nuwe koronavirus is 'n respiratoriese virus wat hoofsaaklik deur druppeltjies van 'n geïnfekteerde persoon versprei word wat hoes of nies of uit asem is of deur druppeltjies speeksel of afskeiding van die neus. Beskerming. Fiksie. Om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel sal keer dat jy met COVID-19 geïnfekteer word. Feit nee. Daar is geen bewyse om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel jou teen die siekte gaan beskerm nie. Daar is geringe bewyse die gereelde spoel met 'n soutoplossing kan sommige mense help om vinniger van 'n gewone verkoue te herstel, maar dit voorkom nie lugweginfeksies nie. Fiksie. In die sosiale media word daar ook beweer deur jou hele lyf met kloor of alkohol te bespuit, jy jouself teen infektering kan beskerm. Nog iemand beweer, deur met bleikmiddel te gorrel,
of reuse volumes water te drink, die virus op een manier uit jou lyf gewas word. Die feite hier rondom is, daar is geen bewyse om die beweringe te staaf nie. Goeie hygiëniese praktyke, soos om gereeld jou hande te was en noue sosiale kontak te vermy, kan help om die risiko van infektering te verminder. Fiksie, handdroërs kan die nuwe koronavirus doodmaak. Die feit is nee, geen handdroër is doeltreffend teen COVID-19 nie. Maar om gereeld jou hande met 'n alkoholgebaseerde handontsmetmiddel of met seep en water te was, is wel. Skoon hande moet baie deeglik met 'n skoon handdoek of 'n ligdroër droog gemaak word. Fiksie, koue weer, warm weer, sneeu, om knoffel te eet of 'n warm bad kan help keer dat mense met COVID-19 geïnfekteer word. Die feit is, daar is geen bewyse dat COVID-19 deur weersomstandighede en seisoene geraak word nie. Die beste manier om jouself te beskerm is om jou hande gereeld te was en kontak te vermy met persone wat wel geïnfekteer is. Op die manier kan jy virusse vernietig wat moontlik op jou hande sit en 'n infektering verhoed wanneer jy aan jou oë, mond en neus raak. Fiksie, jy moet altyd 'n masker dra as jy buite is. Die feit is nee, mense wat gesond is, die wat geen simptome van COVID-19 toon nie en nie met die siekte gediagnoseer is nie, moet net 'n masker dra as hulle iemand versorg wat 'n vermoedelike of 'n bevestigde COVID-19 pasiënt is. Maskers is net doeltreffend as jy hoes of nies en jy moet jouself isoleer. Dit is ook net nodig in kombinasie met gereelde hande was en ander gebruike vir persoonlike higiëne. Met betrekking tot die behandeling, fiksie en feite. Fiksie, antibiotika kan die nuwe koronavirus voorkom en behandel. Die feit is, antibiotika werk nie teen virusse nie en slegs teen bakterieë. Dit sal nie enige infektering van die nuwe koronavirus voorkom of behandel nie. Daar is tans geen spesifieke medikasie vir die behandeling van COVID-19 nie. Almal wat geïnfekteer is, kan matige simptome verlig en behandel met medikasie wat oor die toonbank beskikbaar is en wat parasetamol en aspirien vir koors insluit, volgens Reuters.